Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video over boeken. Vandaag de boeken die nieuw zijn in mijn kast en de boeken die gelezen zijn en mijn kast in kunnen. Jeffrey Wijnberg heeft de magie van het niets doen geschreven, wat loslaten echt betekent. Deze heb ik van Hebban gekregen. Hij is uitgegeven door uitgeverij Scriptum. Hij gaat over de moderne mens. En we zijn gewend om actie te ondernemen. Zeker als het gaat om het oplossen van psychologische problemen. De boel laten. Kijken waar het schip strandt of de dingen nemen zoals ze zijn. Is een levenshouding die wordt gezien als laks en ondermaats. Zo moet liefdesverdriet worden bestreden. Moeten ruzies op constructieve wijze worden uitgepraat. En drukke kinderen, desnoods met pillen, worden gekalmeerd. Jeffrey Wijnberg heeft hier ernstige bedenkingen bij. En het vertrouwen in de helende kracht van het leven zelf is volledig zoekgeraakt, met als gevolg dat de professionele hulpverlener overuren draait. Hij pleit voor een herwaardering van het niets doen, toekijken, afwachten, diep ademhalen, lachen, huilen, uitrusten, bijslapen, afleiding zoeken. En dit boek is voor iedereen die eigenlijk wel wil begrijpen wat loslaten er betekent. Dus deze ga ik binnenkort eens lezen. Het tweede boek wat binnenkwam is Kleine Zwarte Leugens, Sharon Bolton. En ik vind hem heel mooi hoe hij eruit ziet. En hij gaat over leugens. Wat is het ergste wat je je beste vriendin je kan aandoen? Het was geen opzet, een moment van onoplettendheid, een tragisch ongeval. En 2 kinderen komen om, die van jou. Een eiland met maar weinig inwoners is het onmogelijk om de vrouw die je leven kapot heeft gemaakt te ontlopen. Elke toevallige ontmoeting is een pijnlijke herinnering aan alles wat je hebt verloren. Je gezin, je toekomst, je gezond verstand. Hoe lang duurt het nog voordat de gedachte aan wraak onweerstaanbaar wordt? Dus nu, wat is het ergste wat jij je beste vriendin kunt aandoen? Ik ben dit boek aan het lezen en het leest heerlijk. Dus ik vind het trouwens leuk dat er een plattegrondje in zit. Zodat je weet waar het eiland is, hoe groot het eiland is. Binnenkort ga je meer lezen over dit boek. Oké, dan heb ik een aardig stapeltje boeken die ik heb gelezen. Die hebben ook de recensies zelf online zijn verschenen. Ja. Boega. Deze kunst van het leven van Mike Wiking. En deze recensie staat online. Ik vind het echt een heel mooi boek. Mooie fotografie. Leuke tips. Een land waar ik eigenlijk best wel heen zou willen, Denemarken. Juist doordat er wat er in het boek staat, de tips waar je heen kan. Van Michael Pilatschik, Master Your Mindset. Ook heb ik uitgelezen en... Wees een inspiratiebron voor anderen. Wees het licht in de duisternis. Wees de lach om de tranen op te vrolijken. Wees student van het leven en wees vooral wie je diep van binnen bent. Jij. Omring jezelf mensen die in je geloven. Die eerlijk en oprecht tegen je zijn. Mensen die je aanmoedigen als jij het bijna wilt opgeven. En die jou tot de beste versie van jezelf kunnen maken. Leef je mooiste leven. Michael Bilacic. Er staan leuke tips in, goede tips in. Er zit een videocursus bij. Ik vind het echt een aanrader om te lezen en aan de slag mee te gaan. Terrastyle stralen yoga. Wordt sterk, gefocust en idioot gelukkig. Maar het idioot gelukkig, dat zie ik nog niet echt in hoe je dat met dit boek wordt. Want je moet toch wel aan de slag. Het gaat wel om levenshouding. En daarnaast heel veel oefeningen. En eigenlijk gewoon doen. Doen wat goed voelt in yoga. De Droogte van Jane Harper. Deze verschijnt 7 februari. Dan verschijnt ook gelijk mijn recensie. En het boek heb ik echt in een hele snelle tijd uitgelezen. En het einde wou ik gewoon niet stoppen met lezen. Dus gaat dit de sensatie van het jaar worden? Ik durf het nog niet te zeggen. Einde van het jaar kom ik er misschien op terug. Want misschien heb ik geen beter boek gelezen als deze. Het is in ieder geval een heel sterk debuut van Jane Harper. Ja, januari. financiële detox. Wel een heel goed begin om mee te beginnen. Er staan goede tips in. De recensie verschijnt, ik denk ergens volgende week of de andere week. Ik vind heel mooi dat ze best wel een thema hebben gehouden qua kleur in het boek. En ja, je kan zeker nog tips gebruiken uit het boek. Een detox kan je gaan doen. Er worden allemaal tips gegeven wat je moet uitzoeken en wat je moet doen. Meer daarover later. Ja, nog een boek. Hoega. I don't know. Deze is trouwens van uitgeverij Boekerij. En heeft een hele mooie kaft. En ook deze heeft hele mooie plaatjes. Deze recensie komt binnenkort online. En dan zal ik jullie meer over deze versie van het boek vertellen. En ben benieuwd of er een verschil gaat zijn tussen de recensies. Want ik heb deze recensie nog niet gelezen en ik heb hem nog niet helemaal uit. En als ik deze video opneem, dus ik zal in deze dagen uitlezen. Nou, dit waren alle boeken die ik gelezen heb. Best wel lekker veel. En misschien kan je een tip uit meenemen. Tot de volgende video. Doei!